Goedenavond, het nieuws van maandag 6 maart. Opmaat in Wenen tot verdere wapenvermindering. Weer dodelijk treinongeluk bij Britse spoorwegen. Minister Deetman krijgt extra geld van kabinet. Fokker 100 in de lift. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen wordt de komende maanden of jaren weer het toneel van een confrontatie tussen Oost en West, met als inzet vermindering van tanks, troepen en artillerie in Europa. Maar vandaag bij de aanloop naar die conferentie ging het meteen al over meer dan conventionele wapens alleen. De Sovjet-minister Shevardnadze wil namelijk dat NAVO en Warschau-pact ook gaan bespreken hoe ze de Europese kernwapens voor de korte afstand kunnen verminderen of uitbannen. Ministers uit 33 Europese landen, plus de Verenigde Staten en Canada, zetten vandaag en de komende 2 dagen in Wenen uiteen hoe zij tegen ontwapening aankijken. Ze betrekken als het ware hun uitgangsstellingen voor de conferentie die donderdag start. En waarbij nogal wat tegenstellingen moeten worden overbrugd. Onomstreden is dat de NAVO op het gebied van de conventionele wapens minder materieel en menskracht heeft dan het Warschau-pact. De eenzijdige vermindering die het Warschau-pact eerder aankondigde is een stap in de goede richting, zei de NAVO, maar nog niet genoeg. En ook het Sovjetvoorstel van vandaag om aan beide zijden gelijke percentages af te schaffen heeft de NAVO al onvoldoende genoemd. Evenwicht komt er pas, zei de Britse minister Howe vandaag namens de NAVO, als we een plafond afspreken met gelijke aantallen voor beide partijen. Bijvoorbeeld elk 20.000 tanks. Een voorstel waarbij het Warschau-pact dus veel meer moet inleveren dan de NAVO. Er zullen dus nog heel wat harde noten moeten worden gekraakt voor de conventionele wapenvermindering een feit is. Maar toch waren de sprekers van vandaag vol goede moed. Veel verheven woorden vandaag bij het begin van de ministersconferentie in Wenen, waaraan 35 landen deelnemen. De nieuwe Amerikaanse minister Baker, die voor het eerst in deze rol het internationale podium beklom, sprak verzoeningsgezind van het nieuwe Europa van de vrijheden. Recently, General Secretary Gorbachev has declared world politics too should be guided by the primacy of universal human values. The rhetoric of Soviet foreign policy is being reshaped with less emphasis on the use of force. Minister Shevardnadze affirmed that again today, and that's very good. De Russische minister had het even daarvoor ook al gehad over de nieuwe tijden die nieuwe vooruitzichten bieden. Het klimaat deze eerste dag is goed. En als donderdag de conferentie werkelijk begint met de 16 NAVO-landen en de 7 landen van het Warschau-pact samen aan tafel, is er enige reden tot optimisme. Hoop op resultaten klonk vandaag in de verschillende toespraken dan ook door. Maar Sovjet-minister Shevardnadze waarschuwde de NAVO wel kernwapens in Europa niet te moderniseren, omdat het wederzijds vertrouwen daardoor wordt aangetast. Daarover moeten aparte besprekingen volgen, zei hij. Niet modernisatie raket nodig naar Europa, maar modernisatie systemen bezapasnosti. Na основе предельного уменьшения войск и вооружений. Ook zonder het kernwapenprobleem is er tussen Oost en West nog veel op te lossen. Want over aantallen tanks, helikopters en over manschappen bestaan nog steeds verschillende opvattingen. En de landen zijn het er nog niet over eens of bijvoorbeeld vliegtuigen bij deze onderhandelingen betrokken moeten worden. Voor de Oostenrijkse president Waldheim, die niet zo vaak hoge gasten uit het buitenland ontvangt, is de conferentie met het bezoek van de Russische minister Shevardnadze al een succes. Of dat voor de bijeenkomst zelf binnen afzienbare tijd ook geldt, valt ondanks de ontspannen verhoudingen nog te bezien. De Verenigde Staten hebben vandaag beloofd dat ze eerder dan afgesproken hun chemische wapens zullen weghalen uit de Bondsrepubliek Duitsland. En ze riepen de Sovjet-Unie op hun voorraden chemische wapens snel te verminderen. Voor de 3e keer in 3 maanden is Groot-Brittannië opgeschrikt door een ernstig treinongeluk. Even buiten het centrum van Glasgow in Schotland kwamen vanmiddag 2 treinen frontaal met elkaar in botsing. 2 mensen vonden daarbij de dood en 44 inzittenden raakten gewond. Opnieuw 2 treinen op dezelfde rails. Niet in zuidelijk Londen, maar vlakbij het centrum van de Schotse miljoenenstad Glasgow. Ditmaal reden ze tegen elkaar in en weer met catastrofale gevolgen. Voorlopig telt men 2 doden, maar onder de tientallen gewonden verkeren er enkelen in levensgevaar. De chaos van verwrongen staal in de eerste wagons van beide treinen was zo groot dat de redding van een aantal passagiers uren heeft geduurd.
Toch spreken we nog van geluk bij een ongeluk, omdat de treinen buiten het spitsuur niet druk waren en op het fatale moment niet hard reden. Het tweede ongeluk binnen 48 uur heeft hier een grote schok veroorzaakt. Is ons treinverkeer nog wel veilig, vragen de Britten zich af na de dramatische beelden van vanavond en zaterdag. Want het grote drama van Clapham in december, waarbij 35 mensen omkwamen, ligt ook nog vers in het geheugen. In de groeiende kritiek op de Britse spoorwegen wordt gesproken over overbelasting, verouderd materiaal en onverantwoordelijke bezuinigingen. Maar in het Lagerhuis verklaarde de minister van Transport Paul Shannon dat er nu met 560 miljoen pond sprake is van een van de hoogste investeringen in het nationale treinverkeer. Een bommelding heeft vanavond de rechtstreekse uitzending van AVRO's Sportpanorama verhinderd. Op last van de politie moesten alle technici en toeschouwers de televisiestudio in Almere verlaten. En tegen 19:30 moest de presentator Robin Albers de kijkers vertellen dat de uitzending niet door kon gaan. Dames en heren. Ja, ik kom zelf niet, maar misschien hoort u mij wel. AVRO Sportpanorama gaat vanavond niet door. Er is een bommelding binnengekomen. In opdracht van de politie gaan wij de zaal ontruimen. Helaas. Tot de volgende week. Dag. Volgens een woordvoerder van de politie in Almere houdt de bommelding verband met de pasjesregeling van de KNVB. De Voetbalbond stelt namelijk pasjes in voor supporters om het vandalisme in de stadions tegen te gaan. En op dit moment onderzoekt de politie nog de televisiestudio en daarom kan het sportprogramma Sportstudio van de NOS ook niet vanuit Almere worden uitgezonden. Er wordt nog geprobeerd het programma hier vanuit een studio in Hilversum uit te zenden. Minder maar beter. En dat is volgens minister Smit van Verkeer het parool voor de nieuwe verkeersborden. Vanaf volgend jaar worden de oude borden geleidelijk vervangen door eigentijdse afbeeldingen. En er komen ook borden bij die we nu nog niet kennen. Op die borden wordt vooral aangegeven wat wel mag, in plaats van wat allemaal niet mag. Minister Smit van Verkeer vindt dat het tijd is voor een nieuwe kijk op onze verkeersborden. De vormgeving van de afbeeldingen op de borden doet ouderwets aan. En bovendien wil zij borden schrappen. Er zijn nu ontzettend veel borden in Nederland op hoeken van straten en langs de wegen gezet. We proberen om dat woud uit te dunnen. We proberen nu veel te veel boodschappen over te brengen. En het gevolg is dat niemand zich meer van iets aantrekt. Dus een duidelijke boodschap en ook positiever. Dus proberen om aan te geven wat we van iemand vragen in een verkeerssituatie. Dus niet een verbodsbord, maar aangeven, gaat u hier naar rechts, gaat u hier naar links. We hebben bovendien ook jongetje, meisje, mannetje, vrouwtje van de borden gehaald. En daar mensen op gezet. En aannemend dat dan de boodschap overduidelijk is. Geslachtsloze mensjes dus in plaats van bijvoorbeeld een oudere man met een hoed op die een tegenstribbelend meisje meevoert. De kinderlokker, zoals dit bord genoemd wordt, heeft daarmee zijn langste tijd gehad. Ontwerper Steven Tuinstra rouwt daar niet om. Op het nieuwe bord komt een mens te staan, een persoon, en dat kan een meneer of een vrouw zijn, en die heeft een kind aan de hand. En je kunt op het nieuwe bord ook zien dat dat kind een beetje meer initiatief neemt dan dit kind hier. Dat kind heeft daar echt zijn ouder bij de hand. En hier is het echt, hier wordt een kind meegesleurd. Bij de staatsdrukkerij tekende hij vervolgens een nieuwe brommer, nieuwe auto's, een nieuwe tractor met een dakje boven het hoofd van de bestuurder. En natuurlijk een nieuwe fiets, weliswaar zonder trappers, maar duidelijker dan het vorige model. De herkenbaarheid van sommige symbolen maakt ze tijdloos. En zo blijft ook een elektrische trein een stoomlocomotief. En vanaf volgend jaar maart zijn deze nieuwe borden langs de weg te zien. Er komt een onderzoek naar de hygiëne in schoolgebouwen. Staatssecretaris Ginjaar Maas van Onderwijs heeft hiertoe besloten na klachten van het Astmafonds. Ruim 200 ouders van kinderen met ademhalingsmoeilijkheden hadden het Astmafonds gemeld dat hun kinderen ziek worden omdat de school zo vies en stoffig is. En met name kinderen met allergie voor huisstof hebben steeds meer last. Door de bezuinigingen de laatste jaren zijn de normen voor het onderhoud van de scholen gedaald tot onder een aanvaardbaar niveau, aldus het Astmafonds. Minister Van den Broek vindt dat EG-ambassadeur Van Acht te ver is gegaan met zijn kritiek op de Nederlandse afvaardiging naar de begrafenis van Hirohito. De bewindsman heeft dat Van Acht laten weten tijdens zijn verblijf in Tokio.
In een interview had Van Acht forse kritiek geuit, omdat ons land slechts door een minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd was. Volgens Van den Broek moet ook de Europese Commissie een oordeel vellen over de uitlatingen van Van Acht. Onbekenden hebben een computer van het chemieconcern Axo in Arnhem gekraakt. Over de omvang van de schade wil Axo niet zeggen. Ook om welke computer het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder zijn er extra beveiligingsmaatregelen genomen. De schade is hersteld. De Axo heeft de Arnhemse politie op de hoogte gesteld. De kraak werd gemeld in het computerblad Hectic. Een redacteur zei dat het hele computernetwerk van Axo gekraakt was. Voor de tweede achtereenvolgende dag heeft de Tibetaanse politie met vuurwapens ingegrepen bij oproer in de hoofdstad Lhasa. Een steeds groeiende stroom Tibetanen, zwaaiend met hun verboden Tibetaanse vlag, werd door de politie onder vuur genomen toen ze protesteerden tegen het politieoptreden van gisteren. Daarbij vielen, althans officieel, 11 doden en 100 gewonden. 3 doden is de voorlopige tol van vandaag. 30 jaar geleden werd Tibet met de hoofdstad Lhasa bezet door de Chinezen die dit Himalaya-gebied claimen. Ook Tibetaanse ballingen die waren uitgeweken naar het naburige India luchten in Delhi hun gemoed. Tienduizenden gevluchte Soedanezen zijn de afgelopen dagen in Oeganda aangekomen. Ze ontvluchten hun land vanwege de honger en de burgeroorlog die opnieuw is opgeleid en geleid heeft tot de val van de regering. Inmiddels zijn er al 30.000 Soedanezen aangekomen. Met hun bezittingen worden de vluchtelingen op vrachtauto's geladen en naar kampen gebracht. Daar zorgen hulporganisaties ervoor dat ze te eten krijgen. Maar het is een groot probleem om voldoende voedsel op tijd aan te voeren. Inmiddels is een luchtbrug op gang gekomen om ook dekens en andere hulpgoederen aan te voeren. De stakingen in de grafische industrie hebben zich vandaag flink uitgebreid. Tegen het eind van de week lijkt het verschijnen van een groot aantal dagbladen in gevaar te komen. Vandaag braken er stakingsacties uit bij bedrijven in Deventer, Purmerend, Groningen en bij de provinciale Zeeuwse Courant in Vlissingen. De stakingen die vrijdag begonnen, gingen intussen gewoon door. En aan het eind van de dag staakten verspreid over het hele land zo'n 2000 grafici. De actiebereidheid is overal groot. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik staak. En ik denk dat het om een hele goede zaak gaat. Er is door de vakbonden geen overdreven looneis gesteld. Het zwaartepunt van de nieuwe acties vandaag lag duidelijk bij de handelsdrukkerijen. Maar vanmiddag was er bij de Nederlandse Dagbladunie in Rotterdam de eerste van een serie vergaderingen die ook kunnen uitlopen op stakingen. Bij de NDU worden onder meer NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad gedrukt. Ook bij andere dagbladuitgevers, zoals het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen, Wegener in Apeldoorn en de Zeit of Pers in Den Haag, staan voor de komende dagen actievergaderingen en stakingen op het programma. Het laat zich aanzien dat deze week ook kantinebijeenkomsten kunnen gaan plaatsvinden bij de Telegraaf. En ik sluit niet uit dat als de perscombinatie hoort dat de Nederlandse Dagbladunie aan de bak gaat komen, dat die ook aan de bel gaan trekken. Er dreigt wel degelijk een grote kant te staan. Dus het dreigt een beetje de kant op te gaan van de grote bladen, ja. Gaat u niet wat erg ver op dit moment? Er wordt dus een gigantische schade aangericht. Ja, ik ben het met u eens dat natuurlijk, vooral als je naar de grote kranten gaat kijken, als die eenmaal gaan deelnemen, dat de schade groot gaat worden. Dus ik denk dat de werkgevers dan ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zachtjes aan eens onze kant op moeten komen. Ja, kijk, ruimte- en percentageoorlogen, die kan je wel blijven voeren. Wij zeggen, kijk nou eens naar de feiten. We bieden koopkrachtverbetering zo rond de 4% gemiddeld in de bedrijfstak.